Jongens, mag ik 2 dagen even fietsen van jullie? Het is hier echt prachtig, maar wel heel steil zoals je hoort. Dus ik zit hier behoorlijk mijn conditie op te bouwen. Maar dat is wel erg lekker, moet ik zeggen. Is dit een stropdas? Volgens mij vinden ze het helemaal niet boeiend dat ik wegga. Is dit een stropdas? Hey joh, jullie kunnen prima zonder mij. En dan papa zwaaien, weet je wat papa gaat doen? Jozua, papa gaat 2 nachtjes logeren. Wat is dit? Ja, het is natuurlijk ook wel een hele toestand als Gerdien al die dagen voor de kinderen moet zorgen in haar eentje. Maar het is ook wel goed en belangrijk dat ik af en toe eens eventjes wegga. Voor mezelf, lekker even op te laden. En Gerdien mag ook wel eens weg. Dus dat doen we natuurlijk ook. Maar Jozua, mag papa logeren? Ja. Mag papa 2 nachtjes logeren bij opa Avi en oma Edi? Ja. Ja, zullen we dan even zwaaien zo? Hé, hey, gaan jullie me wel een beetje missen? Nee, ik zou een kutje knuffelen. Kutje knuffelen? Dat vind ik toch heel erg gezellig dat je dat doet. Doei doei! Doei! Knuffeltje? Ga je missen? Nee, ik ga je niet missen. Ga je niet papa missen? En Juda, gaat die papa missen? Ik ga jou heel erg missen. En Juda, ga je weglopen? Ja. Juda gaat altijd weer weglopen. Doei! Ik ben nu op weg naar Deurne. Dat is richting Venlo. Ik mag een kast ophalen van Gerdien. En dat ga ik natuurlijk een beetje combineren deze keer met dat fietsen. En met een gezellig bezoekje aan mijn schoonouders op het vakantiepark. Poeh, kastje zit erin. En nu even wat eten nog. En dan ga ik naar mijn schoonouders. Dankjewel. We gaan lekker smaken. Maar dat is natuurlijk wel luxe, hè. Dat je gewoon even in je eentje zit je gewoon even bij de McDonald's. En ja, ik moet het natuurlijk niet tegen de kinderen vertellen, hè, dat ik naar de McDonald's ben geweest. Duitsland! Nou, we zijn er in Assen. Zo! Kijk, het is echt een heel leuk park. We zitten echt op de Duitse grens hier. Leuk, gezellig, lekker rustig. Ook zonder alle kinderen, dus dat is echt heel uniek voor mij. Dat ik gewoon even weg mag. Super dat Gerdien dat doet. Dankjewel Gerdien, super. Kijk eens, lekker rustig hier. Ja, lekker. Lekker te lezen. Ja. Nou, lekker bakje koffie. Heerlijk, gezellig. Het is wel een beetje donker. En er zit wat muziek op de achtergrond. Het is, ik zei net, het is lekker rustig. Maar er is hier een musical die hier afspeelt. Het voelt echt als een soort vakantietje. Even in mijn eentje. Ik ga natuurlijk ook wel weer de kindjes missen. Straks. Dus, maar nu even genieten van tijd alleen. Rusten. Goedemorgen. Nou, lekker geslapen. Lekker ontbeten. Nu ga ik in de auto. En dan rij ik naar Duitsland. En ik heb een route bedacht. In de heuvels. In de buurt van Keulen. Ik ben nu in de buurt van Keulen. Boerscheid. En het is hier al echt mooi. Dit is echt een heel mooi landschap. Hier kun je lekker in de heuvels fietsen. Het is hier echt prachtig. Maar wel heel steil zoals je hoort. Dus ik zit hier behoorlijk mijn conditie op te bouwen. Maar dat is wel erg lekker, moet ik zeggen. Hallo. Dankeschön. Weggetje van 15%.
Wel heel mooi hier, maar super stijl. Het is echt super mooi hier, hè? Zo onverwacht, dan kom je een bocht om en dan zie je opeens een klooster en een kerkje en een slot en een kasteel, alles bij elkaar. Echt super mooi. We zitten hier in het Bergerland tussen Keulen en Olpe, in Gummersbach. Ik ga lekker even pauze nemen. Ontspannen, dat is voor mij echt even fietsen, een beetje knallen, kleine weggetjes pakken, veel steile stukjes ertussen. Gewoon dat je alleen maar gefocust bent op je trappers en op je fiets, zeg maar. Het is een heel goede manier voor mij om mijn gedachten te verzetten. Dus daar laad ik enorm door op. Dus ik ben super blij dat Gerien me even de tijd geeft. Sorry kinderen. Jullie mogen een andere keer een lekker ijsje. Nu geniet ik er even van. Dit is de Altenberger Dom. Echt een majestueuze grote dom, kerk. Eigenlijk in the middle of nowhere. De weg die stopt hier opeens. Ik moet hier over een vangrail heen. Hoppa. Oh, de laatste 200 meter. 90 kilometer aangetikt. Daar gaan we weer. En we zijn in Nederland. En het regent natuurlijk. Nou, dat is een beetje flauw. In Duitsland regent het ook wel eens. Zo'n fietstochtje, dan heb je wel trek in een pannenkoek. Gezellig. Dat is wel erg lekker, jongens. Lekker biertje. Ja, proost. Proost, hè? Echt een vakantie. Echt super. Ja. Wauw. Dankjewel. Nou, super lekker. Top. Het smaakt wel goed hier, hè? Ja, heerlijk. Heerlijk. Goede keus. Ja. Bedankt voor dit gezellige uitje.